Goedendag, mijn naam is Wouter Körpershoek. Welkom bij deze BDO-podcast. Een podcast in een reeks podcasts over finance transformation. Mooi Engels woord voor financiële transformatie. In de serie hebben we het over hoe je nou als financiële afdeling je organisatie verder kunt helpen. Verder helpen om uiteraard succesvol te zijn en te blijven. En dat allemaal in een omgeving die steeds sneller verandert. Door ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en wet en regelgeving. In deze specifieke aflevering gaan we het hebben over hoe je als die financiële afdeling een waardevolle partner kunt zijn van de business. En wat daar allemaal bij komt kijken. Nou, dat doe ik uiteraard niet alleen. Ik zit hier aan tafel, netjes op afstand, want dat moet nog steeds, met Marco Schilder. Je bent partner advisory bij BDO. Ja. En Sjoerd Roelofs, je bent de senior manager als het gaat om CFO services yes. bij BDO. Even een korte introductie. Marco, om met jou te beginnen. Hoe ziet jouw dag eruit? Mijn dag ziet eruit dat ik probeer financiële afdelingen een stap verder te brengen. Dus door te professionaliseren. Van eigenlijk de meer traditionele boekhouderrol. Om te zorgen dat die baas op orde is, waar we het de eerste podcast over gehad hebben. Maar vervolgens ook de volgende stap te maken. Naar dat ze echt beter kunnen adviseren en betere managementinformatie kunnen leveren aan de business. Om de beste beslissingen te kunnen maken. En dat geldt ook voor jou, neem ik aan, Sjoerd. Dat geldt zeker ook voor mij. En dat doen we vooral het liefst bij klanten. We hebben natuurlijk op locatie? Op locatie, zoveel als mogelijk. Nu zijn de 1,5 meter regels natuurlijk van toepassing. Maar in principe zoveel mogelijk met de mensen op de vloer bij de klant. Is er belangstelling bij bedrijven om hierover na te denken? Of is iedereen zo corona-minded? En hoe kom ik de volgende maand door dat dit een beetje ondersneeuwt of valt het wel mee? Nou, we zien daar twee kanten afhankelijk van de branche waar je in zit. Er zijn een aantal bedrijven die hebben daar echt wel behoefte aan en die hebben ook dat nog op de prioriteit. Maar ja, op dit moment zijn er natuurlijk ook een aantal branches die echt in zwaar weer verkeren. Denk aan de logistiek, waarbij wij ook klanten spreken die zeggen ja, we vinden het echt een geweldig idee, maar nu even niet. Van de andere kant, die ze komen ook tegen. Juist finance kan heel goed helpen in scenario denken. Hè? De toekomst is zeer onzeker. Scenarioanalyse is bij uitstek iets voor finance als de business partner. Hè? Die kan uitgaan van verschillende onzekere toekomsten. En dan kijken per toekomst, wat zou dan het resultaat zijn? En hoe zouden we dan managementbeslissingen kunnen nemen die ons weer de juiste weg op sturen? Hè? Dus we worden met regelmaat ook gevraagd om helpen om die scenario-analyse competenties te verbeteren. Maar er is voor de duidelijkheid wel een extra dynamiek bijgekomen door deze crisis waarin we zitten met z'n allen. Absoluut, we zien snelle ontwikkelingen, we zien digitalisering, we zien wet en regelgeving. Ja, deze coronasituatie is natuurlijk echt vrij extreem. Maar ik denk dat Marco het goed schetst en dat juist dat linkje naar keuzes maken voor de business. We noemen scenario planning, er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden om dat te doen. Ja, dat is eigenlijk de kern van die business partner, waarbij als ondersteunende afdeling, want dat is finance uiteindelijk, probeert de business zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden. Even voor de mensen die nu luisteren. We hebben het over finance, we hebben het over de financiële afdeling, we hebben het over CFO, we hebben het over de financiële functie. Allemaal woorden voor mensen die hetzelfde doen of? Eigenlijk wel. Ja, het gaat inderdaad om de financiële afdeling. Ook wel gerefereerd als finance, et cetera. Het is eigenlijk inderdaad de afdeling die zorgt. Dat eigenlijk ik zie finance toch altijd als een voorziener, de informatiedeskundige. Het vastleggen van de informatie en zorgen dat er de juiste dingen mee gebeuren om het om te zetten naar bruikbare informatie. Nu wilden jullie het graag hebben tijdens deze podcast over finance. Als waardevollere partner van de business. Waarom wilde je het daarover hebben? Is dat een cruciaal iets? Nou, absoluut. Ik denk dat wat we traditioneel zagen is dat de financiële functie zich meer richtte op gewoon de juiste en correcte vastlegging. De basis op orde waar we het eerder over hebben gehad. Maar goed, als wij dan onze gesprekspartners horen, en dan hebben we het over financiële directeuren, maar bijvoorbeeld ook over controllers die binnen een bedrijf zijn, ja, die willen graag wat toevoegen. En ik denk juist dat finance door al die informatie die ze ter beschikking hebben, uitstekend in staat is om een stukje advies, een stukje waarde toe te voegen in keuzes die zijn gemaakt. En daarmee ook bepaalde keuzes meer te onderbouwen. Dus niet zozeer alleen het onderbuikgevoel, maar ook de echte een stukje data, een stukje onderbouwing daarvan. Exact. Ja. En het is niet nieuw, hè? Dit gedachtegoed dat bestaat eigenlijk al sinds het einde van het vorige millennium, bij wijze van spreken.
Alleen het gaat erom de accentverschuiving. Hè, waar eerst finance als partner voor de business, ik noem maar wat, 10% van zijn tijd kon besteden. Omdat toch nog heel veel in het produceren van die cijfers zat. Is het eigenlijk de doelstelling om dat zoveel mogelijk te verleggen. Waardoor je de baas op orde hebt. Waardoor je zo weinig mogelijk tijd hoeft te besteden aan die basiszaken. Maar het moet wel goed zijn. Het is een voorwaarde. Maar vervolgens al die tijd weer meer kan steken in meer advisering. Absoluut. En in twee kanten. Hè? Dus zowel de vraagkant. Hè? Het management vraagt meer, want de organisatie gaat sneller, de omgeving gaat sneller. En ook de aanbodkant. Hè? Er zijn natuurlijk steeds meer tools, waardoor er steeds meer data beschikbaar komt. Waardoor bepaalde processen veel makkelijker gaan. Waardoor je dus ook ziet dat een controller bij wijze van spreken meer tijd over heeft om die adviesfunctie goed in te vullen. Marco, je had het tijdens de vorige podcast over de financiële afdeling die in een silo zit. Met andere woorden, wat geïsoleerd en daar zijn dingen doet. Ja. Is dat karakterologisch? Omdat de mensen die bij finance werken per definitie op die manier een beetje in elkaar zitten? Of is dat de aard nou eenmaal ook van de afdeling? Daar raak je eigenlijk wel de kern van hoe kun je je ontwikkelen tot een business partner. Want inderdaad, als je kijkt naar het DNA, hè, we generaliseren misschien, hè, maar naar het DNA van de traditionele finance functie, hè, meer de boekhouder. Ja, die was ook wat meer intern gericht en heel erg gericht op finance, debit en credit, even heel plat gezegd. De business partner, die gaat dus ook. Een voorwaarde is dat die persoon ook wat van nature toch wat nieuwsgieriger is. Hè? Hoe zit die business in elkaar? Wat zijn de value drivers? Hè? Wat maakt ons wat geeft ons het succes? En dat die ook dus daardoor ook meer outgoing is. Dus een veelgemaakte fout van organisaties is wanneer ze naar business partner willen, dat het eigenlijk petje op petje af is. Hè? De boekhouder, joh, jij bent nu controller. Kan goed gaan, ook hele mooie voorbeelden van. Maar je merkt dan toch dat die zich toch wel erg verschuilen achter hun Excel en niet die business opzoeken, waardoor je dus dat niet uit de verf laat komen. En je ziet het ook in de terminologie terugkomen. Hè? Het woord controller binnen Nederland is echt een term binnen Nederland. Maar als je in een internationale context kijkt, zie je vaak dat die mensen met dezelfde skills en dezelfde achtergrond als business analyst worden neergezet. En business analyst, je zit bij de business. Dus je moet uit die silo, je moet in gesprek. En daar hoort ook bij dat je dus ook echt weet waar het over gaat. He, dus niet alleen maar meer debit, credit. Ja, dat is heel leuk en noodzakelijk. Maar wat drijft nou ons succes? Wat drijft onze business? Wat zijn de risico's en waar moeten we ons op focussen? Oké, er kan dus meerwaarde ontstaan als je die stap naar elkaar toe zet. Maar wie in jullie beleving moet vaak de grootste stap zetten? De mensen van de financiële afdelingen of alle andere afdelingen daarbuiten? Ja, finance moet uit zijn comfortzone stappen. Dat sowieso. Maar we maken ook wel degelijk mee. Eigenlijk kan het twee kanten op. We maken vaak mee dat juist de business finance uitdaagt van joh, hè, je moet toch meer kunnen. Hè? Breng ons wat meer relevante informatie. Niet alleen die terugkijkende financiële informatie, maar ook meer vooruitkijkende en operationele prestatieindicatoren. Van de andere kant, we maken ook mee dat finance de ambitie heeft, maar dat de business eigenlijk niet door heeft wat finance kan toevoegen. En die hebben zoiets, joh, boek die factuur nou gewoon in. En, kijk naar de cijfers. Ja, precies. Dus je maakt het allebei mee. En waar je de ene in de ene uitdaging finance uit zijn comfortzone moet gaan halen, is vaak een andere uitdaging om de business te laten zien wat finance aan toegevoegde waarde kan leveren. Oké, maar iedereen die luistert zal denken, we hebben het vooral over waarde, meer waarde. Dus wat is dan de waarde die wordt toegevoegd, behalve dat het beter is voor iedereen, maar ook misschien echt ook in resultaat van je bedrijfssoort? Ik denk dat er twee kanten zijn. Hè? We hebben het enerzijds over waarde in positieve zin. Hè? En dat is dat je bijvoorbeeld naar je portefeuille van producten kijkt. Van wat zijn nou de goede producten, waar zit de marge op en waar wil je dus op focussen? Je kunt het ook hebben over de projecten die je doet. Hè? Een goede manier om naar de portfolio van projecten te kijken en goed de keuzes te maken. Waar zet ik volop in? Wat doe ik niet of wat stel ik bijvoorbeeld even uit? Ik denk dat dat een van de kanten is om echt waarde toe te voegen. En een andere kant, en dat is natuurlijk de downside, om het maar zo te zeggen, is natuurlijk dat je als businesspartner, als je goed weet hoe je businessmodel eruit ziet, dat je ook die risico's heel goed in beeld kan brengen. En ook kan voorkomen dat je waarde verliest. Hè? Dus dat de waarde weglekt, dat er problemen ontstaan, dat er discussies ontstaan met autoriteiten. En daarmee kun je dus ook voorkomen dat je waarde verliest. Dus het is een upside en een downside wat mij betreft. Maar onder de streep gaat het gewoon beter met je bedrijf als je
erin slaagt om de financiële afdeling inderdaad zo'n volwaardige partner te maken. Absoluut. Zoals Stuart ook zei, hè, enerzijds het voorkomt weglekken van waarde. Maar een business partner, wat doet die in mijn ogen is... enerzijds ook zorgen voor de juiste stuurinformatie. Hè, die standaard plan, do, check, act cyclus gaande houden met de juiste managementinformatie. Hè, sturen we richting onze strategische doelstellingen, zodat de business tijdig bij kan sturen. En anderzijds dus de strategische beslissingsondersteuning. Hè, gaan we investeren in een bepaalde product-marktcombinatie of gaan we juist afscheid nemen van... Dus ja, op ook die manier. In het kader van overnames bijvoorbeeld. Waar bijvoorbeeld, natuurlijk ook ja. echt wel hele stevige business cases en moeilijke calculaties bij spelen. Ja. Maar ja, je moet het er uiteindelijk wel uithalen. Ja. Hoe overtuigen jullie klanten dat dingen echt wel moeten veranderen? Kun je het ook dan heel concreet maken? Of, want ik vermoed dat heel veel bedrijven allergisch zijn voor... Ja, je moet het allemaal een beetje beter gaan doen. Ja, zijn er middelen waarmee je dat heel concreet kunt gaan invullen? Nou, ik denk dat een paar dingen spelen. Hè. We worden vaak aangetrokken vanuit een behoefte. Hè. Dus je ziet dat er problemen zijn ontstaan. Of je ziet dat de management meer wil, alleen het er niet helemaal uitkrijgt. Hè. Dus daar is het natuurlijk al... Dan komen we al warm binnen, laat het maar zo zeggen. Maar de vraag is ook vaak het hoe. Hè. En ik denk dat wij daar heel erg in ondersteunen. Omdat we dat bij veel bedrijven al hebben gezien. En dat we ook heel goed discussie met bedrijven aan kunnen. Ja, maar wat vind je nou belangrijk? Wat is je businessmodel? Waarom onderscheid je je? En wat zorg jij nou dat je toevoegt aan ten opzichte van een concurrent bijvoorbeeld. Nou, dan komt er heel snel naar voren waar die nuances zitten. En dus ook waar je dus eigenlijk op moet sturen als bedrijf. En dan is het eigenlijk zo'n natuurlijke flow dat je juist iets verheldert in plaats van dat je echt iets moet pushen als het ware. Je bent het niet aan het pushen. Het moet juist ook vanuit je behoefte komen. Wat is de grootste val? Oh, sorry, jij wilde wat zeggen, Marco. Nou nee, eigenlijk inderdaad en aanvullend. Met name inspireren. Hè? Dat merken we toch wel. Dat ja, we komen natuurlijk bij veel verschillende bedrijven. En dan kun je bijvoorbeeld zien hoe een bepaald bedrijf zijn strategisch portfolio management oppakt. Of zijn scenario analyse. En met name ook wel het laten zien. Hè? Niet tot een luchtig verhaal, maar echt concrete praktijkvoorbeelden kunnen laten zien van... hoe heeft een bepaald bedrijf het opgepakt? Met welke tools en wat heeft het gebracht? Ja, dan merk je dat de waarde toch snel ingezien wordt. En een succes vind ik altijd op het moment dat wij die gesprekken voeren. En iemand bij wijze van spreken op de werkvloer zegt... Oh, dus daarom vragen jullie mij iedere keer om dat urenstaatje in te vullen. Of om die goederen netjes in te boeken op de juiste account. En dan zie je dat er een connect komt tussen wat maakt ons bedrijf nou succesvol... en wat doet die persoon alle dag gewoon... op de werkvloer. En ik denk dat maakt een bedrijf succesvol. Als daar een duidelijke lijn in zit en iedereen weet waar hij het voor doet, dat maakt het verschil. Mag ik jullie, of wat jullie doen, vergelijken met het coaching van een atleet? Mm-hmm. Die zal zeggen, nou, als je dit een aantal dingen, als je naar me luistert, dan ga je harder lopen. Maar die waarschuwt ook altijd van, en let op, toch ga je op 2/3 van de wedstrijd ga je ABC tegenkomen. Ja. Daar ben je niet blij mee. Wat doen jullie dan? En is dat inderdaad vergelijkbaar? Dat is zeer vergelijkbaar. Als je ziet hoe wij werken. Kijk, waar toch tot een jaar of 3, 4, 5 geleden was zo'n transformatie. Eigenlijk zo'n enorm programma wat vooral door externen gedaan werd. Nu is het toch het devies dat de organisaties het zelf doen. Hè, in korte sprints. Hè, agile zoals dat dan zo mooi heet. Ja. En dat wij dus meer optreden als coach. Hè, dus dat wij inderdaad bedrijven... Een laten zien van nou, hè, wat zijn dan mogelijke best practices. Plus ze ook helpen om die verschillende initiatieven op te starten. Voorbeelden laten zien hè, van nou, zo doen andere organisaties dat. En vervolgens ook wijzen op de valkuilen. Want inderdaad, hè, je gaat ongetwijfeld tegen wat weerstand oplopen. Ja, die willen allemaal gewoon een rechte lijn naar boven. En dat is natuurlijk niet de realiteit. Nee, inderdaad, inderdaad. En dan is het ook af en toe een luis in de pels zijn. Hè? Want hoe verleidelijk is het wanneer er weer een afsluiting komt... om dan dat verbeterinitiatief toch maar even te laten liggen. Wij kunnen wel helpen om als het ware de gezonde druk erop te houden. Nou ja, en een stukje te ondersteunen op het moment dat de capaciteit echt tekort komt. Ik denk dat het goed is. Maar goed, Wout, je vroeg valkuilen. Hè? Kijk, één ding waar wij regelmatig tegenaan lopen, en dat hoort gewoon bij het proces, is ook gewoon
de mensen die in een organisatie zitten. Je bent niet zomaar van een boekhouder-administrateur een business partner. Dat vraagt echt iets anders. Dat vraagt uit die silo komen. Dat vraagt ook bepaalde soft skills. Een bepaalde senioriteit, wat ik net al zei. Hè. Weten hoe je businessmodel in elkaar zit. Maar ik herinner me natuurlijk ook van het hele automatiseringsproject of traject binnen de hele wereld. Dat sommige mensen dat niet meer hebben kunnen meemaken. Die echt hebben afgehaakt. Is het soms ook een hele harde conclusie die je moet trekken? Tweezijdig, denk ik. Soms is het een harde conclusie. Hè? Maar ik denk dat er voldoende werk binnen een organisatie vaak blijft. Waar je ook de mensen die wat minder makkelijk meekomen, mee kunt aan kunt laten werken. Maar soms is het wel een conclusie dat iemands droom, hè, ik wil graag die business partner worden, niet helemaal uitkomt. Nee. En ik vind een mooi voorbeeld dat we soms zien dat mensen je ook heel erg kunnen verrassen. Hè, dat medewerkers binnen klanten die eigenlijk 2 jaar voor pensioen zijn, in één keer helemaal opleven omdat ze de ruimte krijgen om hun ei kwijt te kunnen. En ik denk wel dat dat ook een mooi signaal is. Het heeft niet met leeftijd te maken. Het heeft met skills te maken. Het heeft met... Ja. Nee, maar het is ook wel een misvatting, hè, dat iedereen business partner zou moeten zijn. Hè. Dat hoor je, ja, we moeten business partner worden. Daar hadden we het in de eerste podcast over. Die basis moet op orde zijn. Dus die administrateur, die blijft ook. Ik denk dat de kunst is om een goede vlootschouw te houden. Hè, om te kijken van wie heeft nou de competenties om die business partner te kunnen zijn. En wie gaat gewoon simpelweg die basistaken uitvoeren. En plus ook automatisering. Data science, dat is natuurlijk ook iets wat steeds belangrijker wordt. Er komen steeds meer data. Dus ook wat kun je met data? Hoe kun je daar de informatie uithalen? Dus je hoeft niet een schaaf met de 5 poten te hebben, maar je moet een finance functie waar die verschillende competenties goed belegd zijn. Tot slot, heren. Allebei heel kort. Wat hebben we nog gemist? Wat je nog dolgraag zou willen opmerken tijdens deze podcast? Of hebben we het allemaal wel een beetje gecoverd? We hebben veel gecoverd. Prioriteitsstelling, dat is inderdaad wel een belangrijke. Wat je vaak ziet is dat bedrijven of financiële functies die willen, nou, we willen de business partner worden. Leuk en aardig, maar eerst die baas op orde. Dat is echt key. Anders dan ga je adviseren op drijfzand. Plus je houdt simpelweg geen tijd over om te kunnen adviseren. Dus ja, eerst die baas op orde en dan die stap naar business partner. Nou, en daarop aanvullend denk ik, hè, hoe weet je nou dat je als business partner succesvol bent? Op het moment dat jij als CFO of als financieel manager ook echt proactief aan tafel wordt gevraagd om mee te denken over echt die keuzes die belangrijk zijn voor de toekomst, ja, dan zit je in de goede spot. Ja, de Net Promoter Score voor een finance functie is wanneer je aan tafel gevraagd wordt voor belangrijke beslissingen in plaats van dat je zelf moet opdringen. Ja. En dan ben je uit die silo gekomen. Zeker, precies. Blijft een mooie vergelijking. Marco en Sjoerd, dankjewel allebei voor jullie heldere uitleg. U heeft geluisterd naar een BDO-podcast. En het ging deze keer over de meerwaarde van zo'n financiële afdeling. En die meerwaarde die echt wel mogelijk gemaakt kan worden en ook moet worden. Om ook het hele bedrijf verder te helpen. Dit was een podcast in een serie podcast. We gaan in de andere podcast het hebben over ontwikkelingen zoals data science, robotisering, automatische workflows. Die ook allemaal die financiële afdeling in de nabije toekomst gaan beïnvloeden. En dat doen we met dezelfde gesprekspartners. Wil je niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal. En wil je nou nog meer weten over die financiële afdelingen die een waardevollere partner van de business kunnen worden? Kijk dan vooral op bdo.nl/digitale-cfo. Daar staat ook het magazine op, de Digitale CFO, met allerlei interessante cases van onder meer KPN, Ordina, NS en Randstad. Dat zijn niet de minste namen. Mijn naam is Wouter Körpershoek en bedankt voor het luisteren.